Ik tekende vroeger altijd al heel veel, altijd in de klas al en waar ik vrij was. Tekenen, krassen, stiften. En ja, dat is alles wel een beetje gebleven. Altijd een beetje in de klas, een beetje in het dromen. Een beetje afgeleid. En altijd netjes school al afgemaakt. En ja, dat schilderen bleef ik gewoon altijd doen. En heel vaak exposities gehouden en zeuren bij galeries. Mag ik hier en mag ik daar hangen. Ja, mijn moeder is wel creatief, maar voor de rest. Ja, mijn broer is ook kunstenaar, maar die doet meer met beelden, met speksteen. En voor de rest, niet echt veel kunstenaars in de familie. Het is een hele serie van lekker netwerken. En we kennen Barbedag bij FC Twente. Mocht ik voor Kika schilderijen verkopen. En er was net een wedstrijd, dat hadden ze verloren. En we hadden niks verkocht. Ik ben aan de bar gaan tekenen. En dan is deze ontstaan. Lekker netwerken. Nee, wel autodidact. Ik heb alles zelf, mijzelf allemaal aangeleerd. Eigen stijl. Een vrolijke vogel. Die bedacht vorig jaar na die lange winter eindelijk de vogeltjes weer horen fluiten. En heb ik hier een hele serie van gemaakt. Lente in Twente. Toch een beetje de cobra. Konijen, Karel Appel, Wolvenkamp, Roosjes, wel een beetje die stijl. Ja, heb ik wel wat meester mee. Hier nog baas, bovenbaas. Een beetje dezelfde stijl van lente, of lekker netwerken. Dat is gewoon feit dat ik bijna nooit van baas heb gewerkt. En een vrolijke koe op een piano, een lievelingsinstrument. Let's play. Het feit dat ik slager ben misschien, ik weet het niet. Ik ging wel naar musea in, ja, in Amstelveen, Cobra Museum. Ik ging er regelmatig naartoe. Ja, in het begin is het wel een beetje wennen. Maar op een gegeven moment, ik heb zoveel exposities gehad en dan werd er weer eentje verkocht of er werd weer niks verkocht. En altijd vragen bij andere galeries, mag ik hier hangen? En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, heb ik gewoon zelf een winkel gehuurd. En denk, begin ik zelf met een galerie. Waar het wil is een wet, gewoon jezelf geloven en maar gewoon lekker door blijven schilderen. Er komt vanzelf wel weer een stijl uit die wel makkelijker verkoopbaar is dan andere stijlen. En dan hebben we hier nog werken van mij. Ook weer lekker netwerken met een witte achtergrond. Een baas boven baas met een zwarte achtergrond. Roos. Lente in Twente. Allemaal gemaakt met eigen gemaakte verf, water, acryl en olieverf. En daarna twee keer afgelakt met dikke vernis. Dus dan is het ook kindvriendelijk. Kun je zo schoonmaken? Die stijl die ik heb ik zelf bedacht. En ja, ik merk dan in de winkel wel dat die makkelijk verkoopbaar is of verhuurbaar. Ja. Ja. En dan is het voor mij ook wel weer leuker om zoiets te doen. Dan weet ik zeker dat andere mensen het ook me waarderen en ook leuk vinden. Die heeft een aantal van gemaakt toen mijn vrouw zwanger was. En hier nog meer. Nog meer beesten. Varkentjes. Er zijn Duitsers gek op. Ik doe alles op mijn eigen manier. In het begin heb ik heel veel voor Kika gedaan en andere veilingen. Daar ben ik nu een beetje mee gestopt. Omdat ik heel vaak heel veel moeite heb gedaan. En moest je er zelf achteraan om te horen hoe het opgebracht had. Of dat überhaupt verkocht is. Dus daar ben ik nu een beetje mee gestopt. En nu zit ik in het centrum van de massa. Ja, de kunst moest er zelf gaan verkopen. Is al een beetje arrogant, maar ik doe mijn best. En meer kan ik doen. Het is een beetje een cobra-stijlachtig. Karel Appel al iets. Poppetjes. Helemaal mijn eigen gemaakte verf, dus ik heb wel de kleuren die ik handen niet heb. Hier heb ik heel veel zeefdrukken voor de verhuur en voor andere kunstenaars. Ja, ik heb nog wel genoeg ideeën, maar qua galerie ben ik wel dik tevreden zo. En ik zal nog een keer een groot atelier willen hebben, dan komt dat misschien in de toekomst al een keertje. En dan kan ik ook iets meer ideeën uitwerken. Meer roestvrij stalen objecten en grotere schilderijen. Andere stijl schilderijen weer bedenken.
Nee, ik zou wel iets meer tijd willen hebben dat ik iets meer in mijn atelier naar bezig kan zijn. En hier nog wat werk van Herman Brood. En van Jan de Wierik. Mijn grote held. Ik ben chef slager. Ik moest vroeger van mijn vader moest ik maar een vak leren. Ik mocht niet naar de Aki in. Want de Aki daar ging het toch maar meer. Ja, hij zei van, dan gaan gekken naartoe. Zei, je moet maar gewoon vak leren, gewoon geld verdienen. Ja. Dus heb ik dat maar gewoon gedaan. Ja. En toen ben je vegetariër geworden? Nee, dat niet, dat niet. Toen heb ik het diploma en toen heb ik het diploma aan mijn vader gegeven. En toen ben ik verder gegaan met kunst weer. Ja. Roos. Heel veel vragen wat er zijn. Ja, we leven er al 11 jaar van. Ja. Dus het is niet dat ik super rijk ben, maar ja, we kunnen alles betalen. We leven er gewoon rustig normaal van. Een hele muur van Jan de Wierik uit Haarlem, die is overleden helaas al. Die maakt een topwerk, topkunstenaar.